Limburger en zakenman Arthur Paas, koning in Ghana. Maar hoe ver komen zijn onderdanen op het WK? En onder andere Argentinië en Frankrijk spelen er op dit WK. Met Ralf Oegies praten we over de perfecte grasmat. En onze kok Phil die moet vandaag zijn keukentje delen met een heuse vinoloog. Ja, we praten vandaag met zakenman en Limburger Arthur Paas over Ghana. We praten over het gras, want je hoort veel over vuvuzela's en jabulani's. Maar je hoort niets over het gras, Nederlands gras trouwens, in twee stadions. Dat zou dus een goed teken kunnen zijn. Maar hoe zou het bijvoorbeeld met de Bavaria-babes zijn? Groot in het nieuws, ook bij ons vandaag. En natuurlijk hebben we vandaag ook een reportage van Oscar Keulen en Sander Kleikers. En Sander, waar ben je vandaag? Wat is Zuid-Afrika zonder wijn? En dus zijn we vandaag in de Durbanville Hills. Beroemd om de vele wijnranken. Achter me 283 hectare. Wijnranken met een bijzondere naam. Maastricht bestaat al meer dan 300 jaar. Dus tijd voor een kijkje. Ja, wijn is een beetje de rode draad in deze uitzending vandaag. Niet alleen in de reportage van Sander Kleikers, maar ook hier aan het barretje intussen Vlaai en Braai. Want we spreken namelijk met een heuse vinoloog. Hoe word je dat, Ron, vinoloog? Ja, dat is een erkende opleiding in Nederland. De eerste slijtersvakdiploma of in die horeca je merites, je diploma's halen. En dan kun je naar de wijnacademie in Maren en dan kun je afstuderen als vinoloog van de wijnacademie. Hebben we dat gehad? Nu weten we in elk geval van welk gehalte dat jij bent. De Zuid-Afrikaanse wijn, hoe hoog staat die op jouw ranglijst? Ja, dat is een heel bijzonder land en ik denk dat bij de nieuwe wijnlanden dat het ongetwijfeld bij de beste hoort. En, het is ook uniek dat Zuid-Afrikaanse wijn, of schoon niet, maar bij de top 20 hoort in productie, kwantiteit, is die in Nederland de second best. Dus na Frankrijk voeren wij de meeste wijnen, niet-Europees, dat is Zuid-Afrikaans in. Hoe zie jij dan de toekomst van Zuid-Afrika als wijnland, als we nu al zover zijn? Ja, die ziet er goed uit gewoon. Het is net als, het is ook een oude, hele oude wijnbouwcultuur van eeuwenlang. En nu hebben ze weer echte kansen als ze zich blijven focussen op de kwaliteit. Daar hebben ze in het verleden nog wel eens moeite mee gehad, maar de laatste jaren is het allemaal zeer goed geregeld. En goed georganiseerd en Engeland en Nederland zijn hele trouwe klanten, dus wie weet. Hè? Nou, straks hebben we het ook over de geschiedenis van Zuid-Afrika als wijnland. Dan horen we ook van Ron welke wijn hij voor ons mee heeft genomen. En dan ben ik ook benieuwd wat hij denkt van de wijn waar Sander het vandaag over heeft. We gaan eerst verder praten aan tafel en dan gaat het over Ghana en gras. Over Ghana en gras inderdaad. Om te beginnen bij Ghana. Arthur Paas, Limburgs zakenman. Maar vooral ook koning van Somei, een deelstaat in Ghana. Arthur, wat is de officiële benoeming van u als koning? De officiële benoeming is Togbi, wat staat voor koning. Ongofia, wat staat voor de eerste, de hoogste. Kofi, dat betekent vrijdag, ik ben op vrijdag geboren. Dan Arthur Paas, mijn Europese naam. En dan de Nenjo, de eerste, dat is mijn officiële koningsnaam in Afrika, in Ghana. En hoe heet dat dan in één keer? Togbi, Ongofia, Kofi, Arthur Paas, de Nenjo, de eerste. Het zijn ook hele grote enveloppen als die post krijgt. Hoor. Ja, ja. En Ralf Oegies, kan je dat nazeggen? Nee, dat lukt niet, maar het is wel een hele eer om vandaag naast een koning te zitten. Ja, dat gebeurt niet vaak. Dankjewel. Nou, Ralf Oegies van Desert Sport Systems, zijn bedrijf, of het bedrijf waar hij voor werkt, leverde twee grasmatten in Zuid-Afrika. Tijdens de WK wordt erop gespeeld, onder andere Argentinië en Frankrijk spelen erop. Ja, vandaag Chili en Honduras in Nelspruit. Ja, Chili wint van Honduras op met jullie grasmat. 1-0, ja, hartstikke goed. Waar ligt dat aan? Nou ja, of het aan de grasmat ligt, dat weet ik niet. Het zal vooral aan de kwaliteit van de spelers liggen. Wat wij in ieder geval doen is de kwaliteit van de grasmat zodanig verbeteren dat we een perfecte conditie waarborgen. Ja, maar hoe krijg je nou een grasmat van Nederland in Zuid-Afrika? Nou, de grasmat wordt lokaal ingezaaid en groeit lokaal. Wat wij doen is dat we met twee grote machines ongeveer 20 miljoen kunstgrasvezeltjes in een natuurgrasveld injecteren. De kunstgrasvezeltjes die vergroeien met de natuurgraswortels, waardoor je een stevig en egaal speeloppervlak krijgt. Een beetje hetzelfde als het haar van Gerard Joling.
Een beetje hetzelfde als het haven. Ja, dan begrijpt iedereen het. Ja, inderdaad. Want, Arthur Paas vroeg zich al helemaal niet zo vreemd af of het iets voor in de badkamer is. Het is anti-slip dan? Nee, het is niks voor in de badkamer. We hebben inderdaad een monstertje meegenomen. Waarbij je de opbouw van een grasmasterveld ziet. We hebben een traditionele zandopbouw. Zand omdat het heel goed draineert. Hè, dus water loopt er heel snel door weg. Daarin worden de kunstgrasvezels geïnjecteerd. Die natuurgrasvezels en die kunstgraswortels die vergroeien. En die zorgen voor een stabiel en egaal speeloppervlak. Ja, maar hoe komen jullie nou in Zuid-Afrika terecht? We zijn al een jaar of drie zijn we met het lokale organisatiecomité in Zuid-Afrika aan het praten. Afgelopen februari heeft FIFA een laatste inspectieronde van alle stadions gedaan. En naar aanleiding daarvan zijn wij gevraagd om de twee stadions in Nelspruit en Polokwane met het Grassmaster systeem uit te rusten. Ja. Ja, wat ik mij dan afvraag, nu wordt er op het WK mee gespeeld in de voorronde. Als het zo'n goed systeem is, waarom? Want je ziet nu, het is winter in Zuid-Afrika, dus het regent veel bij sommige wedstrijden. Ja. Dan zie je bij een sliding gigantische hompen gras uit die grasmat komen. Waarom wordt dan niet in alle stadions op dit systeem gespeeld? Het tijdsbestek om het systeem te installeren was niet meer lang genoeg om alle stadions ermee uit te rusten. Vandaar dat op aanwijzing van FIFA er gekozen is om in ieder geval Nelspruit en Polokwane, ook gezien de ligging van die velden, uit te rusten met het systeem. En inderdaad, om speelschade aan de velden te voorkomen, om te zorgen dat ze niet onder water komen te staan. Ja, jullie zitten onder andere ook in Engeland en ook bij VVV Venlo. Hè? Ja, ook bij VVV Venlo. Dus in de koel ligt ook het Grassmaster systeem. Eigenlijk voor dezelfde reden als dat het ook in Afrika is geïnstalleerd. En hoe is het in Ghana? In Ghana ligt geen Grassmaster, maar daar ligt wel het kunstgras van Desso. Enkele jaren geleden ben ik in Vette geweest, waar Feyenoord destijds een voetbalschool had, waar twee kunstgrasvelden van Desso lagen. Ja. Die liggen nog steeds. Daar wil ik wel eens naar gaan kijken, want ik vind eigenlijk heel interessant dat voor Afrika, wat water zo kostbaar is, dat natuurlijk dit helemaal geen water nodig heeft. Nee, nou dit heeft geen water nodig. Dat volledig wel, kunstgras heeft helemaal geen water nodig. Ja. Het Grassmaster systeem is een 100% natuurgras systeem en moet gewoon verzorgd worden als zijnde natuurgras. Ja. Maar heeft het net zoveel water nodig of niet? Het heeft precies hetzelfde water nodig als een standaard natuurgrasveld. Ja, klopt. Wat wilt u vragen, meneer Paas? En de zon heeft heeft een effect op dat? Het zijn eigenlijk kunststofvezels. Ja, het zijn kunststofvezeltjes. Ja. De zon heeft geen effect op de kunststofvezeltjes. Het maainiveau van het natuurgras is anderhalve centimeter boven het maainiveau van de kunstgrasvezeltjes. En de kunstgrasvezels zijn eigenlijk dezelfde vezels die in 100% kunstgrasvelden worden. Maar je moet dus niemand hebben die de maaimachine verkeerde instelt, want is het daar wat te veel afval. Je moet inderdaad geen grasmen hebben die de maaimachine verkeerd afvalt. Of kun je ze dan wat eruit trekken? Nee, maar dan kunnen we ze wel naprikken. Dat is geen probleem. Dat is heel veel werk dan, hè? Ja, dat is heel veel. Ja. Prikacties noemen ze dat volgens mij. Ja, klopt. Hey, nou is er veel te doen over blessures op kunstgras. Want Dirk Marcellus, die was speler van PSV nu AZ, die was hier en die zei van Gert-Jan Verbeek, die heeft zelfs een oefenwedstrijd voor het komend seizoen afgelast, omdat die op kunstgras zou plaatsvinden. Hoe is het met dit systeem? Nou, leuk is dat Gert-Jan Verbeek wordt natuurlijk trainer en coach van AZ. AZ heeft onder andere twee grasmastervelden, zowel in het stadion als op het voornaamste trainingsveld, waar het eerste team traint. Het grasmastersysteem wordt als een 100% natuurgrassysteem door FIFA, UEFA en andere voetbalbonden erkend. Ja. Dus vandaar ook dat van de kunstgrasvezels aan zich zullen spelers en trainers niks merken. De clue zit hem in het verbeteren van het speeloppervlak en het beperken van speelschade aan de grasmat. Okay. Goed, we gaan zo meteen daarover verder en zeker ook over het Koninkrijk van Ad Paas. Maar eerst gaan we terug naar Sander Kleikers in Durbanville met die bijzondere wijnen uit Maastricht, zou je kunnen bijna zeggen. Eindelijk gaan we het in Zuid-Afrika hebben over wijn. We hebben er lang naar uitgekeken. Hier in de Durbanville Hills, waar zoveel wijnhuizen zijn, maar eentje moet je eruit pikken. Als je dat dan toch doet, dan toch zeker hier, in Maastricht. De laatste druiven hangen er verlept bij, maar het is tenslotte ook winter. Samen met vrouw Annelies is wijnboer Witi hier verantwoordelijk voor een heerlijk glas Maastricht. Een wijngoed dat die naam al meer dan 300 jaar draagt.
ooit door de Nederlandse veroveraars zo genoemd. Voor Zuid-Afrikaanse begrippen, met nog maar een korte geschiedenis, is dat dus een eeuwigheid. 80% van die totale inkomsten is wingerd en 20% is vleesbeesten, koeien. Ja. Zullen we eens gaan kijken daar? Ja, ons kan maar gaan kijken, ja. Ja. Nu maken jullie zelf niet echt de wijn, hè? Jullie verkopen de druivenoogst door aan andere boeren. Wil je niet zelf een fles hebben? Een fles met Maastricht erop? Ja, ons verkoop aan 14 verschillende kleine boutique wijnkellertjes verkoop ons druiven. En die helft van die druivenoogst gaan naar Dumbleheels toe. Maar ons het nou begin om ons op eie naam Maastricht, Sauvignon Blanc op die markt te zetten, maar op baie klein skaal. Dat moet dan over een tijdje hier gebeuren. Een echte Maastricht wijnkelder. Wheaty, zijn zoons en wijnmaker Thijs Lau werken er hard aan. There's an advantage by having such a name as Maastricht. You know, everyone knows it. So they're going to find it interesting and buy it. You know, these days in the wine world, you got to have a story. If you don't have a story, you're not going to sell wines. Maar wijn is niet alles voor de sympathieke familie. Maastricht heeft ook een grote veestapel. De grond is namelijk zo groot dat Wheaty meer dan de helft onbebouwd laat voor zijn grazende koeien. Dit is om die spasie en die weidings in die grond te benutten. Dat is deel van die boerderij. Want je hebt zoveel grond dat je niet kan bebouwen met wijnranken, dus dit dan moet je het vee laten lopen. Gaan ze daar de auto al beter of niet, Oscar? Had jij de lunch in de auto laten liggen? Ja, ik geloof het wel, ja. Hij laat wel een paar in die kaart klim. Oh! Maar hier draaide natuurlijk allemaal echt om. Een exclusief glas Maastricht. Nu worden voor Wheaty zo'n 12.000 flessen per jaar gebotteld. Maar graag wil hij dat aantal uitbreiden en droomt hij er zelfs van dat ze in de Limburgse hoofdstad worden verkocht. Want Maastricht en zijn grootste exportproduct heeft de familie al lang in het hart gesloten. Annelies, en you like André Rieu? Oh, I love him. Really? Yeah, I love André Rieu, really. We all, we didn't like. Because he's so handsome or because of his music? Because of his music. He brings all this. Kom met me mee naar Maastricht. Voor niet weet wat het heeft. Nergens in het uiterste zuiden van het land. Parel van het Limburgse land. Stad met een eigen gezin. Benny Nijman, André Rieu, exportproducten van Maastricht. Alsof het zo moest zijn. Wheaty en Anneliese hopen straks dat de Maastricht wijn hun eigen exportproduct wordt. Ja, Rieu-liefhebbers met Limburgse roots die wijn maken in Zuid-Afrika. Ik heb het er net met Phil over gehad. Hij kent de wijn Maastricht niet uit Zuid-Afrika. Maar de streek Durbanville, die ken je wel? Of in elk geval Durbanville als locatie? Ja, Durbanville, dit is een heel mooi stuk. En jij kan, eigenlijk kan je van Durbanville Hills, dus zo op een bergje, of een koppie zeg maar, zoals jullie kleine bergjes, kan je Tafelberg daarvan zien. En 400 jaar terug was daar ook een wijnboerderij, Kanonkop. En dit heet Kanonkop omdat als je die schepen in de haven zien komen, dromedaris, die reiger, er is Jan van der Riebeek, kon je van Durbanville die schepen in de haven zien en dan gaat de kanon, dan gaat iedereen naar de markt en verse vis en alles gaan halen. Dus. Stukje Zuid-Afrikaanse cultuur. Wij krijgen elke dag weer les van Phil. Phil, nu weten we van jouw eten. Vertel heel even kort wat het is. Ja, er is springbok. Heel mals. Die oude professor Chris Bana, die heeft met springbok geboerd. Dus heel goed. Min een cholesterol. Zo. Ja, fantastisch. Goed voor de koning. Springbok, ja, je zegt het al. Springbok voor de koning. Wij vragen ons af, is de springbok vandaag van Phil wel goed genoeg voor een koning, Bas? Nou, dat gaan we vragen, Arthur Paas.
Ja, denk je dat? Heb je de Zuid-Afrikaanse springbok geprobeerd? Nou, ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik heb net wel met de kok even kennis gemaakt. En ik moet zeggen, de manier waarop hij het gemaakt heeft, dat vind ik heel bijzonder. Vergelijkbaar dus met Ghana? Ik laat me wel verrassen. Nou, dat is niet vergelijkbaar met Ghana, maar het eten in Ghana is toch wel een heel klein beetje anders. Want hoe word je nou koning in Ghana? Een deelstaat Ghana, in de deelstaat in Ghana? Nou, een beetje in het kort vertellen. Ik ben 16 jaar geleden bevriend geraakt met een koning, koning Banza van Hoogwei in Ghana. Ik heb hem leren kennen in Amerika, Miami. Hij heeft me uitgenodigd naar Ghana. Ik ben meegegaan en ik was zo verrast. Ik was de eerste keer toen in Ghana. Ik was zo verrast van die lieve leuke mensen en van de projecten die er allemaal mogelijk waren. En ik ben diverse keer met hem meegegaan toen. En na een half jaar heeft hij mij gevraagd zijn persoonlijke ambassadeur te worden naar Europa toe. Dat heb ik gedaan 15 jaar geleden. En tot het jaar 2000, toen is een koning overleden in het naastliggend gebied. En die mensen hebben toen besloten om mij gaan te vragen om die koning op te volgen toen die overleden was. Ja, maar dan ben je nog geen koning, want koninklijk bloed heb je zeker niet, denk ik. Nee, dat hadden we thuis zeer zeker niet. En ook in de familie niet, ook in de verre familie niet, moet ik zeggen. Dus ik moet zeggen, de vindingrijkheid was toch behoorlijk groot, ook in Afrika. En ik ben gewoon geadopteerd door het koningshuis. Het eerste als zoon bij het koningshuis. En dagen later ben ik eerst geadopteerd en daarna ben ik gekroond tot koning. Dus het eerst ben ik wel duidelijk van blauw bloed. Ik moet zeggen, als ik me prik, dat is toch altijd rood. Zo rood als wat, ja. Ja, ja, maar ik ben dus wel eigenlijk geadopteerd door een koningshuis. Is het dan ook zo, koninklijke hoogheid, dat u over meerdere vrouwen beschikt? En zo ja, hoe gaat dat dan? Nou, ik weet niet of jij ooit meerdere vrouwen gehad hebt. Ik weet niet of je weet hoe dat gaat. Ik houd keurig netjes bij één, vind ik meer dan voldoende. Nou, heel een beetje, alle gekheid natuurlijk een beetje in de midden. Maar het is normaal wel gebruikelijk in Afrika dat koningen mogen inderdaad meer vrouwen hebben. Maar ik moet zeggen, ik heb een hele lieve vrouw, Mirjam, een Nederlandse vrouw uit Sittard. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb 4 kinderen hier. En daar wil ik het ook eigenlijk bij laten. Dus ik ga overal in Afrika wel mee. Maar ik hoef niet meteen een heel harem van vrouwen. Ik moet zeggen, daar heb ik ook geen tijd voor. Maar is Mirjam dan ook koningin? En zij is in feite wel koningin. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En kinderen liggen dan ook in lijn van troonsopvolging? Ja, zeker. Automatisch? Ja, dat gaat automatisch. Hetzelfde als ander koningshuis in Afrika. Je moet het zien, gewoon Ghana. Er bestaat trouwens heel Afrika uit. Allemaal kleine koninkrijkjes. En de meeste mensen vinden dat wel eens vreemd. Maar als je nou gaat kijken in de geschiedenisboeken, dan vind je dat in ieder land terug. Alleen bijvoorbeeld in Oeganda in die tijd, maar Idi Amin. Hij was een van de eerste die in die tijd, die koningen, die zei ik wil dat niet. Ik wil niet hebben dat de koningen zo machtig zijn. En hij heeft er toen wel enkele vermoorden daarvan om hem zijn macht veel groter te maken. Ja. Nu heeft u zich als koning ten doel gesteld om de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Ghana te verbeteren. U heeft zich ook als doel gesteld, want dat heeft u vorig jaar ook nog laten doorschemeren, dat u ernaar streeft om een officiële Ghanese ambassade in Maastricht van de grond te krijgen. Hoe is het met die plannen? Nou, dat klopt. Ik ben afgelopen weken ook bij de president geweest in Ghana. Ik ben vanaf zondag terug vanuit Ghana. Bespreking gehad met de minister van Buitenlandse Zaken en de president. De president heeft zelf die vraag voorgelegd aan mij een anderhalf jaar geleden. En op dit moment is dat een behandeling aan die ambassade. Dus die gaat er zo snel mogelijk komen. Eigenlijk het consulaat, geen ambassade. Want de ambassade van Ghana hebben we in Den Haag. Met een hele goede ambassadeur. Maar we krijgen wel een consulaat in Maastricht erbij. Ja, dat klopt. Kunt u zeggen dat gaat 100% zeker door? Dat gaat eigenlijk 100% zeker door. Ja, als het in de Ghanese overheid ligt wel. Ja. En de Maastrichtse overheid dan? Nou, ik moet zeggen, ik heb met de burgemeester, is er niet meer. Burgemeester Leers, moet ik zeggen. Hij is er wel nog, maar hij is geen burgemeester meer. En ik moet zeggen, ik heb een bespreking met hem gevoerd. En hij vond dat ook natuurlijk een heel goed idee. En in feite staat Maastricht er helemaal voor open om een consulaat erbij te ontvangen. Want het laatste consulaat wat geopend is, was van meneer Wesley. En hij is ook consul van Israël. En natuurlijk, we hebben meerdere consulaten al in Maastricht. En dit is natuurlijk heel welkom voor Maastricht. Ja. Dat brengt Maastricht ook weer sterker en beter op de wereldkaart natuurlijk. Iets anders, heren. De Bavaria Babes. Kennen we die? Of? Ja, is ons niet ontgaan uit het nieuws, inderdaad. Ja, het overheerst het nieuws op dit moment. De Bavaria Babes. Een groep meiden die tijdens Nederland-Denemarken de wedstrijd als Deense supporters verkleed het stadion ingingen. Vervolgens een shirt uittrokken en in de bekende oranje Bavaria jurkjes stonden. En ze zijn hardhandig verwijderd uit het stadion. Oh,
hardhandig het stadion uit hebben geduwd. En een paar meiden op de grond gevallen. En ze duwden en trokken aan ons om ons zo snel mogelijk het stadion uit te krijgen. En die wilden ook allemaal jongens met ons op de foto en het mocht allemaal niet meer. Ik heb samen met Bar hebben wij inderdaad zijn we vastgehouden. Dus wij met z'n tweetjes. Ik ben niet zo heel snel van dingen onder de indruk. Maar ik schrok van de reactie van die meiden. Want die begonnen inderdaad allemaal te huilen, ouders te bellen. En daardoor ontstond er wat paniek. Ja. En wij hadden zoiets van, ja, wat kunnen ze doen? Ik bedoel, het zijn vaak dreigementen. En ze willen natuurlijk ook een beetje dreigen. Ja, in het kantoor van de FIFA, met echt 15 man van de FIFA, denk ik, en 5 politieagenten. En we zijn daar tot, we waren om 7:30 terug in het hotel. De politie heeft ons in het hotel afgezet om een kopie van ons paspoort te maken. En ze zeggen dat ze het nu gaan onderzoeken. En ja, dat het misschien vervolgd wordt hiervoor. Ja, ik heb begrepen dat de Bavaria-babes inmiddels vrij zijn op borgtocht. Klinkt dat officieel, geloof ik, iets van de 1000 euro of zo. Mochten ze gaan. Phil, jij gaat hapjes serveren. Ga vooral je gang. Praat ik verder met onze vinoloog. Ron, welke wijnen heb je meegenomen voor ons? Ik heb een Drostihof bij me. De echte Afrikaan, de Pinotage. Dat is een kloon, een kruising die heel Zuid-Afrikaanse eigen is. Die is daar ontwikkeld en ook daar groot geworden. En ik heb een Chardonnay meegenomen van Drostihof. Dat zijn wijnen die in betere wijnhandel verkrijgbaar zijn. En deze heeft net weer de tweede keer een gouden medaille gehaald. En dat is een typische Zuid-Afrikaanse wijn. Gul, ongecompliceerd vaak. Met een hele fijne fraîcheur en een hele fijne mineraliteit. Hoe komt dat? Omdat dit klimaat is zeer divers. Het wijngebied is ongeveer zo'n 120 kilometer rondom Kaapstad. De belangrijkste gebieden zijn daar. Het is een wijn uit Toelbach. Dat is het oudste agrarisch gebied van 1619 is daar toen een Drostihof. Dat is een rechtsgebouw gemaakt. Een Nederlands woord staat daar, Drostihof. Mag ik wil je niet graag onderbreken, maar nee? Mag ik zeggen dat het inderdaad een hele frisse en fruitige wijn is. Maar als je bedenkt dat we vandaag Springbok hebben. Moeten we dan niet, als je bedenkt dat we vandaag Springbok hebben, moeten we dan niet die Pinotage daarbij schenken? Ja, je hebt er toch verstand van. Nou ja, dat nou ook weer niet, maar als ik denk vlees, dan zou ik daar eerder een rode dan een witte bij schenken. Precies, zo is het ook. Of gewoon, je kunt witte, maar deze witte is niet geschikt voor bij de Springbokkie. Daar heb ik een Pinotage voor meegenomen. Pinotage, dat heeft dat kleine zoetje dat Springbok ook heeft. En dan heb ik een parallel en dan wordt een mooie harmonie, want het is wijnspijzesharmonie. Nou, we gaan verder aan tafel met Bas, die heeft dan een lekker hapje voor zijn neus staan. Dan spreek ik met Ron af dat hij zo meteen voor een wijntje gaat zorgen. Dan gaan wij zo meteen hier aan het eten beginnen, maar nog even terug naar Ghana. Trouwens, kende jij Arthur als koning? Ik ken hem van een van de televisieprogramma's waar hij volgens mij enkele jaren geleden inmiddels alweer ooit is in verschenen. Volgens mij was het op SBS6, als ik me goed herinner, waar ik het inderdaad heb gezien. Ja. Wat dacht je toen je het zag? Ja, het is toch natuurlijk heel bijzonder dat een Nederlander daar wordt gevraagd om dat in Ghana te worden. Ik bedoel, ik ben in die landen wel eens geweest. Ja. Arthur, als ik me dat zo moet voorstellen, je besluit, oké, ik ga naar Ghana, dan ga je één keer per maand heen. Je stapt het vliegtuig uit en dan, wat komt er dan op je af? Nou, ik ben er inmiddels wel aan gewend natuurlijk. Ik heb mijn eigen mensen. Ik heb van de president heel veel gekregen eigenlijk. Ik mag gebruik maken van zijn VIP-lodge, van zijn auto's. Dus ik heb ook mijn eigen mensen erbij van Ghana. Die blijven 24 uur bij me. En paleisje? Nou, ik heb het vorige paleisje gekregen van de overleden koning. Dat heb ik eigenlijk een bruikleen, moet ik zeggen, tot ik ook weer overlijd. En dan is dat weer voor de volgende. Dat vind ik wel een goed systeem. Ja. En daar maken we ook gebruik van voor de vergaderingen, die vinden daar plaats. En alle projecten die we opstarten. Ik heb onlangs net een nieuwe school geopend voor 120 kindjes. En we hebben waterprojecten. En we zijn ook bezig met een heel groot project samen met de overheid van België. Om even de grootste projecten in Ghana aan te brengen met landbouw. En dat gaan we de komende maanden opzetten. En dat heeft dan maken met meer dan 1000 mensen die er werkgelegenheid voor krijgen. Ja. Maar is het niet ook een deel van het spel eigenlijk, zeg maar? Want jij bent belangrijk voor Ghana en zeker voor die regio. En zij maken jou min of meer koning, of werkt het zo niet? Nou, ik denk dat alles een wisselwerking is. Kijk, zelfs een goede voetballer, als hij blij is en die krijgt een goed salaris, rent hij ook een beetje harder. Ja. En ik denk dat het met iedereen hetzelfde is.
Maar mijn positie is wel een stukje gemakkelijker. Voor mij gaan natuurlijk vele deuren makkelijker open. Dan kun je ook makkelijker zaken mensen naar Ghana halen om daar investeringen te doen. Zo heb ik ook mijn kasteel in, waar ik woon in Esneu. Dat heb ik opengesteld nou voor mensen die investeringen willen doen in Ghana. Daar komt een Ghana Museum. Dan gaan we ook besprekingen houden op hoog niveau met ministers, diplomaten. Om zaken mensen zover te krijgen om te investeren in Ghana. Zou het ondenkbaar zijn dat er ooit op termijn een WK plaatsvindt in Ghana? Nou, het zou natuurlijk heel leuk zijn, maar ik moet zeggen, ik geniet er nou ook van. Ik zag afgelopen dagen toen ik terugkwam dat duizenden mensen die daar gewoon op de straten dansen, de mooiste kleuren en helemaal gek zijn van het voetbal. Maar die mensen leven daar gewoon iedere minuut mee met dat hele voetbalgebeuren. Dat vind ik wel heel uniek. Ja, ja, zoals daar de voetbal beleven, zo beleven ze het misschien in Nederland niet helemaal, hè? Nee, is anders. Wij hebben hier één straatje, dat zie je dan ergens, dan maken ze helemaal oranje. Dan zeggen ze, kijk Nederland. Maar als je in Ghana gaat, zie je land 6,5 keer zo groot als Nederland. Hetzelfde aantal inwoners ongeveer. En dan zie je een heel land helemaal dansen en zingen. En achter die voetballers staan. En dat vind ik wel leuk, ja. En toch is ook in Nederland onderweg naar de tweede wedstrijd. Met de vraag bij veel mensen in het achterhoofd. Die goede invaller Elia, staat hij in de basis of niet? Er wordt veel geknuffeld deze dagen bij Oranje. Mark van Bommel doet het graag op de training en tijdens de wedstrijd. En Elia is dan meestal de ontvanger na zijn prima invalbeurt tegen Denemarken. De vraag dan ook aan de bondscoach uit Meersen. Gaat Elia spelen tegen Japan? Nee, ik twijfel niet. Maar ik heb al vanaf het begin gezegd dat we verschillende wapens hebben. En dat kan snelheid zijn, het kan creativiteit zijn. En het kan best zijn dat je de ene keer dat gebruikt, de andere keer dat. Heeft te maken met de vorm van de spelers. Het kan ook te maken hebben met een tegenstander. En ik heb in de wedstrijden tegen Ghana en Hongarije heb ik ook eens van de Vaat Snijder en van Persie zo samen laten spelen in zo'n driehoekje. Nou ja, die twee wedstrijden is me dat goed bevallen. Daarom ben ik er nu ook mee begonnen. Ja, dat dus over Nederland. Terwijl er hier een vorkje geprikt wordt, wil ik wel nog even van meneer Paas weten. Meneer Paas, u bent volgens mij geen voetballiefhebber, maar als Ghana nou zaterdag van Australië wint, dan zijn ze praktisch in de volgende ronde. Nee, hebben wij wel natuurlijk groot feest, want ik heb natuurlijk het voordeel, want niet iedere Nederlander heeft. Ik heb 50% meer kans op een grote winnaar natuurlijk, of Ghana of Nederland. Ik ben met beide voetbalclubs blij als ze winnen. Als ze tegen elkaar spelen dan? Nou, dan ga ik gewoon voor de winnaar. Meneer Oegies, ik neem aan dat u vooral naar Oranje gaat kijken zaterdag. Ja, we gaan naar Oranje kijken en we gaan proberen een van de volgende WK's maar naar Ghana te halen, denk ik, samen met de heer Paas. Om ook daar het Grasmasterveld in de stadions daar te installeren. Dat vind ik heel mooi. Om in Ghana natuurlijk op Nederlands gras te kunnen lopen. Maar je moet wel een beetje uitkijken. Er lopen even van die schaapjes en met die bokjes. En ik ben bang dat ze dat opgenijden. Nee, daar zorgen we voor dat voorkomen. Heren, we discussiëren hier even verder. We gaan alvast kijken naar morgen. Dan komt Herco van Hout langs, documentairemaker uit Limburg. Ja, de springbok die valt bijzonder in de smaak. De springbok van Phil. Maar Phil die is vanavond om 8 uur dicht. Want hij moet natuurlijk naar de jongens kijken. Naar Bafana. Want Zuid-Afrika speelt vanavond tegen Uruguay. Wij zijn er morgen weer met een uitzending die vooral staat in het teken van reizen. Hè? Reizen door Zuid-Afrika, ja. Ja, dus graag tot morgen. En gezondheid, heren. Ja, proost. Ja, gezondheid. Op Ghana en Oranje. Ja, en Zuid-Afrika natuurlijk. Ja, en Zuid-Afrika. Bye.